Hey, hallo, welkom bij een nieuwe video van Duikcentrum Bobbegong. Vandaag gaan we het hebben over caps. Dus we denken, wat valt daar nu allemaal over te vertellen? Nou, onderschat een cap niet. Een cap is namelijk, denk ik, een van de belangrijkste dingen die ervoor zorgen dat je warm blijft. Want 70% van je lichaamswarmte verlies je via je hoofd. Daarom is het eigenlijk wel aan te raden om het hele jaar door te duiken met een cap, zelfs in de zomer. Dan kun je er misschien voor kiezen om een wat dunnere cap te gebruiken, maar gebruik er wel eentje. Waar moet je op letten als je een cap aan gaat schaffen? Wat het allerbelangrijkste is, dat een cap goed aansluit. Ja, een cap zit vaak niet prettig, want het is toch iets benauwends om je hoofd. Maar een goede cap sluit in ieder geval goed aan. Ik heb hier eentje bij de pop aangetrokken en je ziet inderdaad, zo hoort hij ongeveer te zitten. Je gezicht moet vrij blijven, je cap hoort over je kin te vallen, zodat je makkelijk je automaat in kunt doen en dat je voldoende ruimte hebt om je masker op te kunnen zetten. Een tip is, als je je cap op hebt en je zet daarna je masker eroverheen, zorg er dan voor op het moment dat je je masker opzet, dat je hem een keer met je vingers zorgt dat je cap goed vrij maakt van de siliconen van je masker, zodat die onder water niet vol kan lopen. Voor de rest is het belangrijk dat je erop let dat de cap aan de achterkant ook mooi aansluit. Mensen met een te grote cap zien nog wel eens dat dat hier begint te plooien en dan gaat er onder water juist heel veel lucht zich verzamelen. En dat wil je zien te voorkomen. Nou, hebben de meeste caps daar wel wat op gevonden. Want er zitten vaak kleine gaatjes boven in de cap, zodat als er lucht inkomt, dat dat weer makkelijk uitgaat. En nu zit je denken van oké, hoe kun je nou lucht in je cap krijgen? Nou, op het moment dat jij het uitblaast en je ligt voorover, nou, dan kan best wel eens wat lucht via je wang in je cap komen. Zo, die gaatjes kan dat weer makkelijk ontsnappen. Nou, de caps heb je eigenlijk in verschillende diktes. Dit is een redelijke gemiddelde cap. Dit is 5 mm. Ik heb hier bijvoorbeeld ook eentje van 7 mm. Dat is een vrij dikke, stugge cap. De fabrikant heeft hier wel voor gekozen om hem toch wat makkelijker aan te trekken. Dat er een rits in zit, zodat je hem wat makkelijker over je hoofd aan kunt trekken. En op die manier ook weer dicht kunt zetten. Nou, keurig afgewerkt. De voorkant is van een wat ander materiaal dan de achterkant. Dit zorgt ervoor dat hij lekker goed aansluit op je gezicht en dan heb je een hele mooie warme cap. Hier heb ik er nog eentje liggen, dat is de titanium cap van Camaro. Dat is mijn favoriet. Waarom? Het is gemaakt van een speciaal neopreen. Open cel neopreen met daarbij aan de binnenkant een titanium coating zit erop. En dat zorgt ervoor dat hij heel erg soepel is, 4 mm dik. Zo voelt hij net aan. Hij voelt aan of hij dunner is. Hij is nog steeds 4 mm dik. En door die speciale laag is hij extra warm, extra soepel. En het mooie is, als hij nat is, je schudt hem een paar keer en de druppels glijden er zo weer af. Voor de rest, omdat hij zo soepel is, sluit hij eigenlijk ook mooi aan als je hier een goede maat hebt. De bovenkant goed afgewerkt, goede gaatjes waar hij ontluchting kan hebben. En kortom, het is eigenlijk wel mijn favoriet. Of het jouw favoriet is, weet ik niet. Het is vaak gewoon een kwestie van een aantal caps even opzetten. Kijken wat lekker zit en wat jij fijn vindt. Maar zorg er in ieder geval voor dat je een goede cap aanschaft als je gaat duiken. Nou, wil je een aantal caps gewoon proberen en wil je toch eens kijken welke jij fijn vindt zitten? Kom bij ons langs op het duikcentrum en we gaan je verder helpen. Hey, hallo, bedankt voor het kijken. Vond je nou een leuke video? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal. Wil je meer informatie? Kom dan langs in ons duikcentrum of check de website. Maar in elk geval zie ik je volgende week woensdag.